Fuck you. Oké. Hurlspin nu. Doe het, doe het, doe het. Oh, dat heb ik al gedaan. Oké. Maakt niet uit dan. Ik ben. Oké, het is even all over the place. Ik ga er gewoon op. Ik ga er gewoon midden in. Een grote clusterfuck is dit. Hallo Tiny Pingwings en wat leuk dat jullie kijken naar mijn kanaal in Infinity Hell. Vandaag gaan we natuurlijk de laatste aflevering in van Shinobi Striker. Daarna heb ik het wel gewoon lekker gezien met deze... Oké, what's she doing? Ik kan ook iets. Yeah, heel cool. Happy one. Heel mooi. Dames en heren, we gaan natuurlijk gewoon lekker... Ja, weer gewoon een paar matches doen. De vorige keer hadden we een match gewonnen. Hadden we zelfs de meeste kills. Als je de vorige aflevering nog niet hebt gezien, check hem even uit. Shinobi Striker, ik bedoel, gratis is het best een leuk spel. Als je weet wat er gebeurt. En ja, laten we maar gewoon gelijk een potje ingaan. En ik zie jullie gewoon gelijk in het potje. Jullie hoeven niet te wachten. Nou, dames en heren, we zijn weer binnen een match gekomen. Base Battle, dat is iets wat we nog niet hebben gezien. Een map, dus dat is leuk. Ik vind ons team er, onze allies vind ik er heel erg scary uitzien. Dat ga ik je nou alvast vermelden. Ik moet wel even springen, want anders gaat het niet goed komen. Alright, alright, alright. Yes, oké. Ik moet wel zeggen, de controls heb ik steeds meer onder controle. En dit is wel gewoon domination, natuurlijk. Dus laten we maar gewoon lekker beginnen met het cappen van de A-vlag. Ik heb heel veel Call of Duty gespeeld. Ik weet wat this is about, guys. Oh shit! Oké, toppie. Oké, daar gaan we. We gaan beginnen. Oh god, oh god, oh god. Oké. Dit is echt zo'n spel. Ik zat er net aan te denken om het misschien later een keer met een team te creëren samen met Captain Gotham. En we nog gewoon een paar potjes te joinen, maar... Ik weet nou wel, hij gaat er ook gewoon geen zak van snappen. Captain Gotham is echt iemand die moet het... Ja, weet je, die kan dit al helemaal niet hebben gewoon. Oh shit, oh ik ben neer. Ik vond het ally team ook wel kwaadaardig eruit, moet ik zeggen. En je ziet het ook gewoon. De B-vlag, that's really where it's at. Ik bedoel, de hoofdvlag pakken, ja, dat geloven we natuurlijk altijd wel. Maar de B-vlag, dat is het gevaarlijkste punt. We gaan kijken of we daar in ieder geval wel wat killetjes... Oh, wat killetjes kunnen pakken. Maar, ja, dames en heren, we gaan gewoon kijken of het op deze manier gewoon een beetje lukt. Oké, we gaan de B-vlag pakken. Oké, ik zag hem daar vallen hoor, maar ik denk ik blijf even bij de vlag, want iemand moet het doen. En ik wil uiteindelijk wel winnen, daar gaat het natuurlijk om. Oké. Ik ben er nou eens ineens helemaal niemand er meer. Het zal wel. Oh, ze hebben wel een beest van ons gestolen. Oké, kom hier, bitch. Oh, shit. Ja, ik heb je, bitch. Houdoe. KO. Alright. Ik moet zeggen, het voelt wel goed als je een kill maakt. Dat is één ding wat natuurlijk heel erg belangrijk in deze games. Het is wel satisfying om hem te maken. Vooral omdat het lastig is. Oh my god, ik krijg geen kans van hem. Dit is wat ik bedoel met die skill gap natuurlijk. Ik zag al aan de pakjes dat ze wel wat beter waren. En ze weten ook gewoon beter hoe ze moeten counteren en zo. Dat is duidelijk te zien. Wat doet hij nou? Wat is hij aan het doen? Ik krijg geen kans. Hij heeft zo weinig hield en ik krijg nog steeds geen kans. De rest van mijn enemies hebben er ook heel veel moeite mee. Van mijn teammates. Ik weet niet op wie ik moet focussen. Op hem? Hit, nice, hit. Whirlwind, nice. En je kan hem KO'en, netjes. Oké, dat was oprecht wel iets waar ik over nagedacht had, Daro. Dat ging helemaal volgens plan. Ik weet dat het er allemaal raar uitziet, maar... Ik begin wel steeds meer controle te krijgen over... Wat en wanneer ik moet blokken en wanneer ik een special attack in moet voeren en zo. Je weet het allemaal wel. Teammate, wel even achter je kijken, want er komen natuurlijk... En ik weet niet hoe ver ik naar beneden kan vallen, dus ik ben altijd wel bang om van de map af te vallen. Oh nee, 2 tegen 1. Dit is niet heel fair. Ik ben wel bijna neer. Misschien dat ik nog een KO'tje kan pakken voordat ik ga. Ja, ik heb nog een KO'tje gepakt. Staat daar nog iemand achter? Ik weet niet wat hij aan het doen is. Gratis kill voor mij, I guess. Ja, dat is gewoon gratis kill. Zonde voor het enemy team, maar... Doei. Maar zie je hoeveel moeite jij moet doen? En nou geeft hij niet eens weerstand. Oh, zie je? Dat zijn echt veel hits die je moet doen, maar goed.
6 hits stond er. Dus dat kost inderdaad veel moeite. Ik ben echt bijna dood. Ja, deze gast gaat mij 100% zeker hebben. Kan niet anders, kan niet anders. Ik moet ook niet van de map afvallen. Ja, deze gast gaat me pakken. Kijk mijn hield. Ik ben helemaal grijs en alles. Kijk, daar ga ik al. Ah, ik heb tenminste nog wel een gratis skill kunnen pakken. Maar de enemy team heeft fucking de B en de A vlag. Dus ik zat allemaal bij die home vlag te kutten bij hun. Maar ik kan beter mezelf focussen op die vlaggen uiteraard. Your team stole a base. Oké, dat is goed. Ik weet niet waar de fuck de B vlag is. Oh, daar. Dan gaan we die gewoon pakken. Ik laat hem maar even met rust. Ik wil gewoon winnen. Oké, let's go. Kom maar, kom maar. Ik ben de B-vlag aan het pakken. Wat ga je eraan doen? Hij gaat er niks aan doen. Top. En dan, als het kan, ook nog C, want dan zitten we helemaal safe. Oh, nee, laat maar. We gaan gewoon lekker vertrekken, hè. Oh, god, ik weet niet wat hij deed, maar hij deed veel damage op mij. Kom op. Ik moet sneller gaan. Oké, nice. Fuck. Hurlwind, hurlwind, hurlwind. Kan het? Ik doe het. Ik doe het. Nice, dat deed veel. Ik val helemaal naar beneden. Godverdomme. Avatar select. Ik laat maar gewoon op wat ik was. Alright, let's go. Oh, alright. En we gaan... hij gaat afpakken. Dat mag helemaal niet. Kom eens hier, ja, jongen. Ik heb wel heel veel weerstand in deze game, moet ik zeggen. In deze match. Specifiek. Maar B hebben we ook, nog steeds. Maar ik heb het idee dat we ook echt C moeten pakken om te winnen. Althans, we staan wel ver voor, zie ik. Misschien is het handig om een beetje bij B te blijven. Ik weet niet. Ze gaan sowieso A pakken zometeen, denk ik. Nou, pak C ook wel even mee. Why not? Why not? De hond begint er ook. De hond heeft er ook alweer zin in, zoals je kan horen. Oh, dat is dus Max. Oké, ik kan niet verder dan dat. Nou, ondertussen dat wij met die andere vlag aan het bemoeien waren, hebben ze B alweer gepakt. Maar ja, die pak ik ook weer terug met dezelfde persoon weer. Ik kom verder ook niet echt enemies meer tegen. Maar dat maakt op zich niet heel veel uit, zolang we die vlaggen maar onder controle kunnen houden. Oh, daarboven iemand. Nice. Ik vind die dat je kan focussen, vind ik wel chill. Op een specifiek persoon, want dan blijf je hem echt lang focussen. Eigenlijk gewoon zo ver mogelijk. Oh, ik kan 2 KO's pakken, heel makkelijk, heel makkelijk. Waar is die andere heen? Waar is die andere heen? Oké, okay, maakt niet uit. Oh, fuck. Mijn commentary wordt er ook zo chaotisch van. Als de game chaotisch is, dan wordt mijn commentary automatisch ook gewoon chaotisch. Omdat ik moet en commentary geven en ik moet begrijpen wat er in de game gebeurt. En met dit soort games is dat best lastig. Kom hier. Oh my... Ja, nee, hem ga ik niet kunnen verslaan. Ik kan beter weglopen van hem. Net zoals ze net bij mij allemaal deden. Ik ga gewoon weg, fuck jou. Ik zie het alweer met jou. Allemaal gekke attacks dat die gozer heeft. Ik ga nog een vlag proberen te saven met het beperkte heal dat ik heb. Maar we hebben overtime. En we winnen. Oké, top, 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 top. Oef. Het was met een potje wel, dames en heren. Ik vind domination toch wel het leukst. En ik heb niet de meeste kills. Dat heeft iemand anders uit het andere team. Die heeft 9 kills. Ik had 6 kills en 3 deaths. Maar we hebben wel het potje gewonnen. Dus ik ben zeer zeker tevreden. En ja, zonder enige slag of stoot, dames en heren, gaan we gewoon lekker door naar het volgende potje. Oké, dames en heren, we zijn weer in het volgende potje terechtgekomen natuurlijk. En het heet Combat Battle, dus ja, het is gewoon weer hetzelfde als we de vorige aflevering hadden. Dit vind ik wel het leukst. Gewoon simpelweg combat. Niks anders. Dus let's begin inderdaad. Ze zeggen het eigenlijk al voor mij. Ik hoef eigenlijk helemaal geen commentaar meer te maken. En ik vind het wel grappig hoe je rent. Echt een Naruto run. Dat ken ik dan nog wel. Maar dat is meer van het internet. Maar ik kan mezelf echt niet voorstellen omdat dat ik die shit echt kijk. Ja, sorry. Als jullie into de Naruto of zo universe zijn, maar I don't know. Ik vind het echt heel kut. Let's go. Oh shit,
shit. En ik heb nooit echt probleem met anime games of zo. Ik ben trouwens wel dood gegaan, want deze gasten zijn zwaar OP om een of andere reden. Maar met anime games of Japanse games, RPG's, dat vind ik eigenlijk altijd super leuk. Maar ik kan mezelf er niet toe zetten om een Japanse serie of zo te kijken. En dat heeft er denk ik gewoon mee te maken met... Ja, ik leef toch in het Westen, Western Civilization. Die gare Japanners, die hebben een beetje hun eigen smaak. Maar godverdomme, games maken kunnen ze wel, hoor. Jezus. Ik vind heel veel Japanse games vind ik leuk. Bijvoorbeeld Scarlet Nexus had ik ook nog heel veel video's van mijn kanaal. Dat is ook een topper van een game. Ja, die weten wel hoe ze een leuk spel kunnen maken. Vooral leuke RPG's kunnen ze heel goed. Dus ook dit, ik heb geen probleem mee om het te spelen. Al weet ik echt voor de helft niet wat de fuck er aan de hand is, joh. Ik word wel even geoond hier. En niet zo'n beetje ook. Kan ik eens een kill mee... Oh my god, ik wil een kill! Oké. Je ziet het al, hè. De enemy team en ally team. Dat gaat niet goed. We staan wel achter. Ik merk ook wel heel veel weerstand nou. Dus we spelen echt tegen goede mensen. Dat gaat ook steeds meer worden, want ik ben eigenlijk stiekem al best wel wat levels omhoog gegaan, dames en heren. Ik zag al net dat ik een van de hogere levels was al. Dus er begint steeds meer verantwoordelijkheid op mijn dakje te vallen nou. Geen gezeik meer van ik ben nieuw. Ik ben gewoon weer helemaal into the universe. Ik speel dus straks elke dag. Kom hier jij. Oh my god. Nee, kijk, ik moet ook meer blokken, weet je wel, maar dat... Mijn god, hé. Kom op, mesjes gooien. Kijk, KO, dat was mijn special. En nou... Ga ik op hem focussen. Je ziet het, hè. Ik ben een beetje aan het spelen met de range. Want je kan vanaf redelijk ver kun je aanvallen, als je snapt wat ik bedoel. Hij trekt je echt naar de enemy toe. Dus ik ben een klein beetje... Ja, ik ben er een klein beetje mee aan het spelen. En ik kijk een beetje van hoe ver ik hem kan aanvallen. Want dat is handig voor in de toekomst. Bijvoorbeeld als ik boven iemand ben of zo, dan weet ik wanneer ik kan aanvallen. Wanneer ik mezelf open kan stellen. Kijk, wat is hij aan het leggen, gek? Dat ligt niet aan mij, hoor. We gaan hem toch verslaan. Maar dit gaat heel raar worden, denk ik. Want hij is fucking hard aan het leggen, die hele gozer. Die zit in de McDonald's te spelen of zo, weet ik veel. Gozer, wat is deze gozer aan het... Hij heeft gewoon een cheat of zo. Kijk dan, dit heeft hij net dit heeft hij 5 seconden geleden gedaan, dat steentje had hij daar geplaatst. Dat is hoe erg hij lekt. Of lekt deze hele game gewoon? Oh, op hem focussen, hij heeft minder hield. Ja, daar ga je, bitch. Oh, maar hij heeft er nog leven uitgehaald. Daar gaat hij. Fucking mesjes gooien. Nee, ik probeer op hem te focussen. God voor verliezen. Ja, ik zag het eigenlijk al aankomen. Ik merkte al de hele game lang, er is een hele grote weerstand. Want deze... En plus, we hebben bijna geen team. Dus ja, hier gaan we de video niet beëindigen natuurlijk. We gaan natuurlijk nog één potje erachterna spelen. Dus jullie zien mij in dat potje. Dames en heren, dit is de allerlaatste match die wij voorlopig gewoon gaan doen. We hebben natuurlijk ook een nieuwe map, de Hidden Rain Village. Dus let's show him what we got. Inderdaad, ik hoef geen commentary te geven. Het is super de duper de duper. Take over a base. Alrighty then. Oké, dan laten we dat maar gewoon gaan doen, I guess. Dit is gewoon domination. Oké, dat is dus een base. Alright, is goed, is cool, is cool. Het is een vette map. Dat mag ik eerst zeggen. En je kunt jezelf op zich ook best wel redelijk vet customizen. Oké, ik ben even op hem gefocust. Fuck you. Oké. Hurlspin nu. Doe het. Oh, dat heb ik al gedaan. Oké. Maakt niet uit dan. Ik ben... Oké, het is even all over the place. Ik ga er gewoon middenin. Eén grote clusterfuck is dit. Eén grote clusterfuck. Oh. Kom op. Ja. Yes. Oh, nou ben ik iemand anders aan het focussen. Oké. Iemand anders kan me helpen? Helemaal top. Dankjewel, maat. Dat is wat ik een teammate noem. Dat noem ik nou eens een teammate. Echt waar. Dat heb je echt goed geflikt. Naar boven. We zijn in gevecht met elkaar. Oh, daar ander. Nice. Ik vind dat wel heel fijn, hoor. Dat is wel een voordeel van deze game. Dat maakt het allemaal wel wat overzichtelijker. Het feit dat je gewoon... Oh. Ik moet blokken. Ik kan niks. Oh my god.
Ik had hem makkelijk kunnen hebben. Maar hij gaf zoveel weerstand. Dat het net niet is gelukt, helaas. We hebben wel alle drie de vlaggetjes, moet ik zeggen. En ik moet eigenlijk plassen, dames en heren. Maar dat gaat niet. Oh, had ik niet van tevoren even kunnen gaan? Nou ja. Het, door alle intensiteit zal het wel meevallen, denk ik. Dat is meestal wel zo. Het is gelukkig de laatste match die ik doe. Daar hebben we iemand. Matches gooien. Kom op. Ja, hij heeft hem al, hè. Die match heeft hem al. Oké, dikke killsteal van mij. Vond hij vast niet leuk, maar we gaan naar de B-vlag, want dat moet wel. Even wat sneller lopen, zo. Hey, oh ja, ik moet ook niet vergeten dat ik ook al kan springen. Dat is ook wel handig. Ver kan springen dan, in ieder geval. En dan gaan we natuurlijk de Naruto run met de B-vlag. Let's go. Yeah, we got him. Ladies and gentlemen, we got him. We hebben alle drie de vlaggen, dus dat is altijd even een ongemakkelijk moment. Van waar de fuck moet je naartoe? Maar blokken, blokken. Kom op. Hit, 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 hit. En we spinnen. En je bent bijna neervinkt. Geef het maar gewoon op. Waar ben je? Wat doet hij? Kom op. Doei. Hij wou echt niet graag dood. Zo. Nog steeds alle drie de vlaggen. Zo te zien wordt de A-vlag wel gecapt. En dat is no cap. Oh, oké. Okay, goed zo. Oké, okay, dit gaat wel een beetje te makkelijk. Als jullie snappen wat ik bedoel. Ah, daar hebben we weer iemand. What the f... Teammate, let op wat er gebeurt, jongens. Een beetje je kopie erbij houden, alsjeblieft. Een kopie, dames en heren. Oh my god, hé. Hey. Heb ik mijn special? Ja, die gaan we nu aanzetten. Hoppa. En dan gaan we kijken of we er iets mee kunnen doen. Op die andere focus, alsjeblieft. Ja. En de rolling spin erbij. Als het kan. Huppa, lekker. Gaat goed. Ik zit echt midden in de chaos nu. Maar we hebben hem KO. En die... Oh, die andere... fuck. Ik kom er soms niet tussen meer. Als hij me echt heel veel aan... Als ik heel veel geslagen word, is echt lastig. Maar we winnen. We hebben hem daadwerkelijk gewonnen, dames en heren. Ik moet heel erg nodig plassen. En ik vond ook wel een geslaagde video, want anders wordt het een beetje repetitief natuurlijk. Ik vind, we hebben 4 kills gemaakt. Nou, dat is niet echt meer of minder dan anderen. Maar we hebben gewonnen. Althans, weet je wat mensen? We doen nog 1 laatste match achterna. En dan gaan we kijken of we die 4 kills kunnen verbreken. Dus ja, dames en heren, dat is wat we gaan doen. We gaan er nog 1 match achterna doen. En dan spreek ik jullie de volgende keer. Alright, dames en heren. We spelen de laatste en nou echt de laatste battle. Ik zal je heel eerlijk zeggen, het is een beetje gegroeid aan me. Dat is met die PlayStation Plus series altijd. Net als het een beetje... Daar heb ik de introductie gedaan. Daar heb ik de eerste matches gedaan in de vorige aflevering natuurlijk. En nu zit ik er eigenlijk middenin. Dus daarom dat ik zeg, als jullie dit meer in de toekomst willen zien, laat me weten, want ik doe het wel graag. Ik zou het niet heel erg vinden. Laten we het daarop houden. Oké, nice. Ik moet alleen wel eventjes de focus er weer terug op leggen. Ja, hij is bijna neer. Oké. Joker, ik ga op hem focussen. Altijd focussen op degene die bijna neer is uiteraard. Kijk, dan hebben we die KO. En dan gaan we whirlen. En dan gaan we even wegwezen hier. En dan gaan we wat mesjes gooien. En dan hebben wij hem ook al bijna. Kijk, dus blijkbaar niet. Ik probeerde daar te blokken, zagen jullie dat? Maar het, te vergeefs. Het blokken is wel echt lastig, want dan moet je echt precies goed timen. En dat is mij net ietsjes te veel gevraagd, als je het mij vraagt. Dus het is, mijn tactiek is gewoon, ik zoek altijd degene uit met de laagste healbar. Daar ga ik op af. Die ga ik helemaal vol spammen met alles wat ik heb. Dus mijn heavy attacks, mijn small attacks, mijn special attack. Mijn rolling wind, hoe dat ding ook mag heten. En dan hopen we gewoon voor het beste. Dat is een beetje de tactiek. Okay, hij heeft dan best wel een volle healbar, maar we gaan het alsnog proberen. Oh shit. Heb ik mijn special klaar? Nee, rolling wind, nu.
Ja, dat heet ook zo. Dat zeggen ze ook. Wow, dit is wat ik noem een echt gevecht. Fuck. Oké, misschien wel een beetje een eenzijdig gevecht. Aan mijn kant. Maar ik vecht nou alleen met de camera. Maar goed, ik zie hits in beeld. Oh shit. Hij is... Oh, als ik deze kill heb, dat is de meest satisfying kill ever. Nee, we hebben hem niet. Zijn maatjes komen net op tijd bij om hem te redden. Hij heeft weinig heel gek. En hij is al neer daar. Hij is KO. Zag je dat? Dat kwam ook dankzij mij. Ah. Jammer dat ik die niet had, jongen. Ik had er echt mijn best op gedaan. Maar daarom dat ik zeg... Het is wel leuk om al een beetje die zwakke mensen nog even na te trappen, weet je wel. Het klinkt misschien heel zielig en zo en heel sneu, maar het is gewoon wat het is. Dat is gewoon mijn tactiek en als je daar problemen mee hebt... Ja... Laat in de comments weten, dan gaan we een discussie beginnen. En die ga je niet winnen. Wat gebeurt er? Door wie word ik geraakt? Ik wil jou hebben. Kom hier. Ik wil alleen jou. Oh nee. Oh nee. Rolling Wind? Ja, er zijn er twee. Dit is helemaal niks. Ja, daar ga ik alweer. Het zijn er twee. Godverdomme. We hebben allebei nog vier levens. Het is een hele close match. Enemy team en ally team gaat nou eentje neer. Dus het is 3-3. Spannend. Alright. Oh, dat ging snel. Ik span er net in, maar we winnen. Oké, dames en heren, we gaan hier wel echt de video afsluiten. Want anders blijf ik natuurlijk... want ja, het wordt er toch niet echt beter op. Het hoogtepunt... Je moet stoppen op je hoogtepunt, moet je zeggen. Maar ik heb er alsnog wel wat plezier in gehad, dames en heren. Ik hoop dat jullie deze miniserie ook leuk hebben gevonden. Mocht dat nou zo zijn, doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Als je meer wil zien van dit, laat het even weten in de comments. Dan gaat er ook meer komen. Ja, dat is het, dames en heren. Ik wens jullie nog een hele fijne dag toe. En tot de volgende keer maar weer. Infinity out.